Hij kwam uit Groningen en hij was op een gegeven moment aan het strand jutten. Toen vond hij daar een aangespoelde kist. Die heeft hij op een gegeven moment mee naar huis genomen. Toen kwam hij thuis en toen opende hij de kist en toen zat er dus een oude legertent in. Die heeft hij eens een paar keer voor een feestje in zijn eigen tuin neergezet. En toen kwamen de buren al eens vragen van, goh, mag ik die tent een keer van jou lenen? En op een gegeven moment had hij zoiets van, ja, weet je, ik ga er nu gewoon huur voor vragen en een bedrijf starten. We hebben nu op dit moment, ik denk wel een oppervlakte van 75.000 vierkante meter met alles erop en eraan. Ja, we hadden gewoon van de ene op de andere dag inderdaad gewoon geen werk meer. We hadden de Formule 1, we hadden hier op Zandvoort het Songfestival, de Invictus Games. En dan noem ik alleen maar Nederland op. Hè. En op een gegeven moment, 's middags om 3:30, kregen wij het telefoontje van jullie moeten snel naar huis komen, want het gaat niet goed, misschien is het al te laat. En dan stort je hele wereld in. Je kunt natuurlijk je organisatie niet zo ver krimpen, want je weet niet wanneer het weer op gang komt. En die mensen hebben natuurlijk heel veel kennis en know-how. Ja, dat moet je toch proberen om binnen je bedrijf te houden. Er zijn opdrachten uitgekomen als tijdelijke ziekenhuizen, die triagetenten. We hebben hier in Nederland ook een stuk of 5 triagetenten mogen bouwen. Een groot ziekenhuis in Cardiff, een groot ziekenhuis in Jersey. Dat was eigenlijk een hele andere tak. Maar ja, op dat moment was dat wel mooi, want we konden ook onze mensen natuurlijk aan het werk houden. En we mochten weer tenten bouwen, zeg maar. Op een gegeven moment was het donderdag opdracht en vrijdag bouwen. Ja, dat is ook wel een beetje onze kracht. We hebben een enorme veerkracht en zijn heel flexibel. Komende maanden, de eerste maanden van het jaar, dat die echt nog wel heel rustig zullen zijn. Je moet gewoon wachten totdat er eigenlijk, voor ons is het gewoon belangrijk dat er een vaccin is en dat iedereen gevaccineerd is. En dat, want er zijn heel veel festivalorganisatoren die zeggen, ja, wij gaan het alleen maar zo organiseren op de oude manier. Wij kunnen het niet in een andere vorm doen. Dus dat wordt wel, Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het, zeker tweede helft van 2021 wel weer op gang komt. Van harte welkom bij een nieuwe video op CVD-TV. En als je luistert naar onze podcast, ook van harte welkom. Fijn dat je luistert. Bij mij te gast Dorrie Eilers. Zij is een van de directieleden, oprichter, eigenaar van Neptunus. Dat heb ik goed gezegd, hè? Ja, dat klopt. Ja, want je doet niet oprichter. Dus oprichter door mijn opa en toen heeft mijn vader het bedrijf overgenomen. En ik heb nu het bedrijf samen met mijn broer en mijn zus al... we zitten al sinds 2000 in directie. Oh, oké, dus dat is al een jaartje of wat. We hebben ons 25-jarig jubileum allemaal al gehad. Alles al achter de rug. Hoe is het ooit opgericht eigenlijk? Met dezelfde propositie als dat het nu is? Of was het een andere? Nou, nee, even iets anders. Mijn opa kwam uit Groningen. En die was op een gegeven moment... Ja, dat klinkt je echt niet... Nee, dat klopt. Maar hij kwam uit Groningen en hij was op een gegeven moment aan het strand jutten. En toen vond hij daar een aangespoelde kist op het strand. En die heeft hij op een gegeven moment mee naar huis genomen. En toen kwam hij thuis en toen opende hij de kist. En toen zat er dus een oude legertent in. En die heeft hij eens een paar keer voor een feestje in zijn eigen tuin neergezet. En toen kwamen de buren al eens vragen van, goh, mag ik die tent een keer van jou lenen? En die heeft hij een paar keer uitgeleend. En op een gegeven moment had hij zoiets van, ja, weet je, ik ga er nu gewoon huur voor vragen en een bedrijf starten. En omdat de drietand, de vork van Neptunus, op de kist stond afgebeeld, heeft hij het bedrijf dus Neptunus genoemd. Serieus? Dus zo is het ontstaan. Ja. Ach, wat een mooi verhaal. Ja. Maar even, hoe kom je van een grootvader in Groningen naar een ondernemer in Limburg? Ja. Nou goed, op een gegeven moment... mijn opa is getrouwd met een vrouw uit Nijmegen. Ja. En op een gegeven moment zijn ze gaan kijken, waar is de business? Want hij had een zeilmakerij. En hij maakt ook heel veel dekzeilen en voor vrachtwagens die covers. En toen is hij eigenlijk naar Venlo vertrokken. En want daar zat heel veel industrie. En toen heeft hij daar eigenlijk een zeilmakerij begonnen, zeg maar. Of daar heeft hij eigenlijk gecontinueerd. Mm-hmm. En toen is hij op een gegeven moment naar Kessel verhuisd. Dus van Venlo uit naar Kessel. Toen ging hij het bedrijf uitbreiden. En toen heeft in 1970 mijn vader het bedrijf van zijn opa weer overgenomen. En wij zijn wel verhuisd naar een andere plek in Kessel. Dus naar het industrieterrein. Mm-hmm. En daar zitten wij nu nog steeds eigenlijk. En daar hebben we nu op dit moment...
ja, ik denk wel een oppervlakte van 75.000 vierkante meter met alles erop en eraan. En ja, goed, en mijn zus en mijn broer en ik hebben dat bedrijf in 2000 weer overgenomen van mijn vader. 2020, ik las een artikel en als ik het dan even mag samenvatten, dan was het, ik geloof in ongeveer een maand tijd, was het de coronacrisis. Je moeder die kwam te overlijden en, ja, dan word je nog zelf 50 jaar. Ja. Toch? In ongeveer een maand tijd, hè? Ja. Beschrijf dat eens. Ja, dat is heel verdrietig en heel, ja. Het is, ja, je kunt het eigenlijk bijna niet omschrijven. Het is echt, het was gewoon dramatisch. En kijk, dat, ja, we hadden gewoon van de een op de andere dag inderdaad gewoon geen werk meer. Dus we kregen een lockdown. Of wij merkten het eigenlijk al in februari, zeg maar. Wij bouwen voor hele grote modehuizen in Parijs altijd de fashion shows. Mm-hmm. En ja, die belden ons op een gegeven moment al op dat er minder mensen zouden komen. Met name Aziaten. Dus dat de hallen dus kleiner moesten gaan worden. Mm-hmm. En ja, dat waren eigenlijk voor ons de eerste tekenen. Want jullie bouwen de tijdelijke ruimtes eigenlijk. Ja. Ja, dat kun je bijna geen tenten meer noemen. Nee, dat zijn gewoon tijdelijke. Ja, dat is voldoet ook aan het bouwbesluit. En als je het ziet, ziet het ook uit als een tijdelijk gebouw. Dus ja, wij bouwen tenten voor evenementen en tijdelijke gebouwen, zeg maar. Maar ja, ook de tijdelijke gebouwen die dus ook, zeg maar, rustig voor 10 jaar kunnen blijven staan, ja, bij wijze van spreken. Dus ja, dat is natuurlijk een hele andere kwaliteit. Dan hal. Het eentje. Ja, ja, ja. Hey, en dus het begon met Aziatische bezoekers die niet, ja, meer kwamen. Ja. Dus doe maar een kleinere. Dus, ja, precies. Dus dat was toen het geval in Parijs. En we waren ook nog een ander groot project aan het bouwen in de Franse Alpen voor een festival. En dat werd op een gegeven moment ook geannuleerd. 3 dagen voor de opening. Dus ja, dat waren voor ons eigenlijk de eerste tekenen. En ja, 16 maart kregen we dus de lockdown. En vanaf dat moment regende het aan annuleringen. En ja, dat was, ja, dan moet je met alle klanten in gesprek. En ja, je weet gewoon niet wat je overkomt. Hoe reageer jij daar persoonlijk? Wat ben je dan voor een type, zeg maar? Of ga je dan vol de aanval in? Of heb je zin om weg te rennen? Of? Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om rustig te blijven en een plan te maken. En wat gaan we doen? En we zijn toen ook, zeg maar, ja, met mijn broer, mijn zus en nog een ander directielid en met HR. En dus we hebben een team samengesteld, zeg maar, van ja, hoe gaan we dit aanpakken? Wat komt er op ons af? Van, we hebben ook nog 6 buitenlandse vestigingen. Dus wij hadden op dat moment hadden wij mensen in Las Vegas zitten. We hadden mensen in Wenen zitten. We hadden mensen in Kielce, in Polen zitten. We hadden mensen in Frankrijk zitten. Dus we hadden, ja, zeg maar, overal in de wereld hadden wij mensen zitten. Allemaal eigen mensen? Allemaal eigen mensen die overal, zeg maar, projecten aan het bouwen waren. Want hoeveel mensen heb je het over? Tenminste, begin 2020. We hadden toen nog 300 mensen fulltime in dienst. En de omzet ging van 100% naar? Nou, we hebben evenementen is 70% van ons werk. En dat viel helemaal weg? Dat viel allemaal weg, ja. Ja. Maar goed, op dat moment was het natuurlijk eerst zorgen dat je mensen in veiligheid zijn. Hè? Dus ja, goed, we wilden natuurlijk zo graag, zo liefst mogelijk, zeg maar, alles toch afbouwen. Hè? Dat, want je weet natuurlijk niet hoe lang het ging duren. Nee. En dan als je dan materiaal in Amerika hebt liggen of ergens anders, ja, dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Dus wij, we hadden dagelijks contact met onze mensen om te kijken van, nou, gaan er nog vluchten? Hoe zit het transport nog? En dus ja, dat is eigenlijk allemaal, ja goed, daar zijn we ook wel 1 week of 2 mee bezig geweest. En uiteindelijk is dat allemaal heel goed verlopen. Mm. En onze mensen waren weer allemaal veilig terug na 2 weken. Maar goed. Want jouw moeder is toen, die is plotsklaps overleden. Ja, die dus. Want dus dat zeg gebeurde maar, echt letterlijk daar een paar weken nadat het de hel losbarstte. Ja, maar. Nou, dat was na 1 week al. Na 1 week. Dus de 16e kregen we te horen dat we een lockdown kregen. En dat ook meteen door de overheid, 70% van onze omzet wegviel. Doordat er geen evenementen meer georganiseerd mochten worden. Grenzen gingen dicht. Ja. Hè? Dus ja, het was echt wel. We hebben gewoon heel intensief samengewerkt in die week. En mijn moeder was al een paar dagen niet heel lekker, maar ze was heel erg fit. Want ze moest nog een operatie ondergaan aan de rug.
Dus ze had alle onderzoeken had ze gehad. Dus ze was eigenlijk gewoon fit. Maar goed, ze voelde zich niet lekker. En ik ben op zaterdag ben ik nog bij haar geweest. Ze hebben een kopje thee gedronken. En ja, weet je, er was niks levensbedreigends of zo. Dus... op maandagochtend komt mijn vader op de zaak, de 23e. En hij zegt, nou, we hebben vanmorgen samen ontbeten. En nou, het gaat weer goed met mam. Dus ik denk, nou, fijn, weet je wel. Is dat alweer een zorg minder. En toen op een gegeven moment, 's middags om 3:30, kregen wij het telefoontje van... jullie moeten snel naar huis komen, want het gaat niet goed. Misschien is het al te laat. En dan stort je hele wereld in, weet je wel. Ik denk, hoe kan dit nou? En ja, toen kwamen we inderdaad thuis aan. En toen stond de politie, of de ziekenwagen, de politie, brandweer, stond er allemaal al. En, in de slaap overleden? Dus is morgens om 9:50 is op bed gelegen en is niet meer wakker geworden, ja. Ja, ja, dan staat echt even alles op de kop en... En dan is er eigenlijk maar één ding heel belangrijk. En dat is je moeder een waardig afscheid geven. En en dat hebben we ook gedaan. Dat, Is het dan fijn dat je een bedrijf hebt met meerdere mensen, zeg maar? Dat er andere mensen het kunnen oppakken? Ja, zeker. Zeker. We hebben gewoon mensen die al 35 jaar bij ons werken. Dus we hebben gewoon een enorm ervaren team. En die kennen jouw pa en ma ook allemaal natuurlijk. Wat blieft? Die kennen jouw pa en ma ook allemaal. Ja, iedereen kent mijn vader en moeder. Iedereen. Ja, we zijn een familiebedrijf. Mijn moeder is er altijd bij. Altijd. Ja. Dus als we feestjes hebben of iets anders. Of zijn we er allemaal bij altijd. Ja. En wanneer werd je 50? Ja, nou, op 30 maart. Dus dat, op vrijdag hadden we de begrafenis. Drie dagen daarna werd ik 50, ja. Ja. En hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, ik heb alleen maar bij het graf zitten janken. En ik denk, wat moet ik, weet je wel. Maar ik moet wel zeggen dat ik enorme fijne vrienden heb. En ik heb zoveel lovende berichten. En weet je wel, dat heeft me er toch wel weer doorheen getrokken. Mm. Maar het was wel een hele zware, echt hele zware week, ja. 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 En jouw vader, hoe is die daar doorheen gekomen? Zeg maar? Ja, ook wat wel. Was zijn betrokkenheid bij het bedrijf nog? Mijn vader was nog heel, toch nog wel zeker betrokken bij het bedrijf. Officieel ook nog of niet meer? Nee. Maar dat is ook het voordeel. Mijn vader wil zeker niet achter de graniums gaan zitten. Dus als er al een projectje is, dan bellen we hem op. Pa, kun jij dat even voor ons regelen of zo? Of kun je daar en daar eens naartoe gaan? Of een adviserende rol. Ik bedoel, hij was er gewoon altijd voor ons. En nog steeds trouwens hoor. Dat is nu wel anders. Hij heeft nu, en ik denk ook wel door de dood van mijn moeder, heeft hij echt wel afstand genomen van het bedrijf. Nog meer dan dat hij daarvoor eigenlijk gedaan heeft. En dat is ook prima. Hoe kan dat? Je zou kunnen voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat hij juist wat meer in de zin van afleiding weer meer met het bedrijf gaat doen. Ja, dat klopt. Maar hij had samen met mijn moeder nog een nieuw huis gekocht. En dat moest helemaal gerenoveerd worden. Dat is een monumentaal pand in Kessel. En daar heeft hij zich gewoon volledig op gestort. En daar is hij gewoon elke dag mee bezig. En daar zit hij gewoon. En dat is ook goed, weet je wel. We zijn een hele echte familie en we zijn heel veel bij elkaar. En dus we hebben ook wel heel veel steun aan elkaar. Voor mijn vader was het een enorme klap eigenlijk. Want hij had nooit verwacht dat mijn moeder eerder zou sterven dan hij. Dus dat was ook nog, hoe kan dat nu gebeuren, weet je wel? En ze heeft natuurlijk ook de hele dag waarschijnlijk al dood in bed gelegen. Dus dat is, was ook nog, waarom heb ik het niet gezien? Had ik nog iets? Dat soort dingen, ja. Dus dat waren zware tijden, ja. En dan moet je door, want dan ben je ondernemer. En dus je kan niet gaan zitten, alleen maar thuis gaan zitten grinnen. Ja. Dus, toen werd het april, mei, hoe even zakelijk? Hoe hebben jullie dat toen aangepakt? Ja, goed, we hadden toen 300 mensen aan het werk. En het was eigenlijk best wel beangstigend als je bij ons, zeg maar, over het Rijn loopt. Groot normaal. Terrein. Weet je, wij zouden dit jaar een topjaar gehad hebben. We hadden
zeg maar de Formule 1. We hadden hier op Zandvoort het Songfestival, de Invictus Games. Och. En dan noem ik alleen maar Nederland op. Hè. Dus, en dan ook nog in het buitenland heel veel mooie nieuwe projecten binnengehaald. Dus wij zouden dit jaar, wij waren gewoon klaar voor het seizoen. Dus we hadden een recruiter aangenomen die had gezorgd dat alle vacatures waren ingevuld. Weet je, we waren gewoon klaar, alle investeringen gedaan. Dus wij waren gewoon klaar voor het seizoen. En dan heb je dat in één keer, weet je wel. Dus ja, dus dan ga je kijken van ja, hoe lang gaat het duren? Want je weet natuurlijk niet, gaat het een maand duren? Gaat het een half jaar duren? Gaat het een, weet je, je weet het niet hè, op dat moment. Dus ja, we hebben toen wel gekeken van wat moeten we met onze organisatie? Ja. Ja, kijk, je moet jezelf gezond houden, maar je moet je bedrijf natuurlijk ook gezond houden. Dus ja, er was geen andere optie dan te krimpen. Hm. En, omdat het te lang ging duren. Ja, op een gegeven moment zagen we natuurlijk wel evenementen werden gecanceld tot en met, in eerste instantie was het tot juni. Ja, toen werd het al september. Ja. Ja. En ja, en nu is het nog maar afwachten wanneer we weer aan de slag kunnen. Ja. En ja, goed, ook dat soort evenementen waar wij dan hallen voor plaatsen, ja, die kunnen niet morgen iets geregeld hebben, weet je wel. Dus dat zijn gewoon organisaties die daar het hele jaar door mee bezig zijn. Dus die hebben ook minimaal een half jaar aanlooptijd nodig. Ja. En, dus hoe hard ben je weer gaan krimpen dan? Nou, wij hebben afscheid moeten nemen van 33 personen. En dan de tijdelijke contracten die we dan niet verlengd hebben. Ja. Dus ongeveer 10% van je vaste mensen? Is wel iets meer. Ja, 20-25%. Okay. Ja, dat was echt wel zwaar. Maar goed, weet je, je kunt natuurlijk je organisatie niet zo ver krimpen. Want je weet niet wanneer het weer op gang komt. En ja, die mensen hebben natuurlijk heel veel kennis en know-how. Ja, dat moet je toch proberen om binnen je bedrijf te houden. Hmm. En toen zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar bedrijven in onze omgeving die het wel nog heel druk hadden. En die staan te springen om goede mensen. En wij hebben allemaal goede mensen, want ja, dat zijn echt allemaal toppers. En nou ja, in de bouw bijvoorbeeld, ja, we hadden niks te bouwen, weet je wel. Dus die stonden allemaal, ja, wat moet je met die mensen? Maar we willen ze wel graag aan boord houden. En toen zijn we ze eigenlijk collegiaal gaan uitlenen. Bij andere bedrijven bij ons in de buurt. Wat slim. Ja, en we hebben ook, zeg maar, voor de mensen op kantoor in Kessel, hebben ook ander werk gezocht. Ze zit ook een bedrijf bij ons in de buurt die verpakken tandpasta's. Dat is dat komt uit Amerika, maar die moeten dan verpakt worden in een Nederlandse verpakking met een Nederlandse bijsluiter, et cetera. Ja. Dus dat hebben we bij ons in Kessel gedaan. En dus zeg maar, hadden we twee supervisors van dat betreffende bedrijf. En dan konden we, zeg maar, mensen van kantoor, want die hadden natuurlijk ook niet de hele dag iets te doen. Nee. En dus op een gegeven moment hebben wij, zeg maar, een order aangenomen om ik moet er nu nog wel om lachen, zeg maar, om 100.000 tandpasta's om te verpakken, zeg maar. Met kantoorpersoneel. Ja, met kantoorpersoneel. Ja, en mensen van het bedrijfsbureau en van logistiek en van productie, weet je wel. Want dat lag allemaal stil. Ja. En eigenlijk is dat achteraf gezien ook wel nog wel heel goed geweest voor de teamspirit. Weet je, en ik vind het ook belangrijk dat mensen in een ritme blijven. Hè? Want als ze niet in een ritme blijven, valt iedereen een beetje in slaap, zeg maar. Ja. En dus eigenlijk was dat wel. Dus we hebben mensen collegiaal uitgeleend. We hebben dus werk gezocht in Kessel om mensen aan het werk te houden. En zo zijn we eigenlijk wel heel creatief bezig geweest om allerlei dingen te bedenken. Hoe belangrijk is de regio dan? Ja, de regio is wel heel belangrijk. We hebben echt wel heel veel mensen bij ons uit de regio. Ja. En we hebben heel veel mensen met heel veel kennis. Dus, mm-hmm. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat als je die, hoe noem je het, collegiaal uitlenen. Dat ook te maken heeft met een gunningsfactor. Dat ook de andere bedrijven openstonden. Ja, natuurlijk, dit gaan we gewoon doen. Absoluut, dat moet ik echt. Want ik wil ook alle bedrijven echt voor bedanken. Want weet je, iedereen stond ervoor open en heeft ons gewoon geholpen in die tijd. En
Ja, dus ja, dat was echt heel fijn. Ja, want dat hadden we ook echt wel nodig. Dus, ja. Toen kwam de tweede golf er ook nog eens een keer aan. En ja. Ik zit wat dat betreft, kijk natuurlijk als kleine eenpitter. Maar ik zit natuurlijk voor een gedeelte in die cellen. Ik sta vaak op te treden in dat soort ruimtes van jou, zeg maar. Klopt. Want ja, ik zit in die evenementenwereld natuurlijk. Dus dat is vooralsnog is het nog steeds 0% no-go. Ja. Want wat is de status nu? Want we zitten nu, dit gesprek is in december, nemen we dit op. Ja. En ik hoorde jou net vertellen over dat je in de teststraten zit. Want langs, kun je vertellen waar je nu staat in de zin van oude business en nieuwe business en hoe het gaat? Ja, goed. De oude business is dus zeg maar de wereld of Europa rondreizen en allerlei evenementen bezoeken. En wij doen ook altijd heel veel hospitality. Dus ja, je bent gewoon 7 dagen in de week ben je gewoon heel druk bezig met allerlei activiteiten. Daarnaast dat stukje demontabel bouwen. Dus dat zijn dus tijdelijke supermarkten, tijdelijke sporthallen, tijdelijke distributiecentra's. Tijdelijke theaters. Kijk, dat stukje loopt gelukkig wel nog door. Hè? Dus we zijn nu ook in Assen bijvoorbeeld een tijdelijk restaurant aan het bouwen. Maar waarvoor heb je een tijdelijk restaurant nodig? Nou, als ze toch allemaal dicht zitten? Zeg maar, of een tijdelijk theater? Dat is bij Defensie is dat. Dus kantines die sterk verouderd zijn en die vernieuwd moeten worden. En waar ze dan zeg maar een tijdelijke hal voor neerzetten. Dus zeg maar, ja, dat gedeelte loopt nog wel door, gelukkig. Mm-hmm. Maar evenementen is dus helemaal niet. Nou, toen kwamen we in de coronatijd en toen hebben we ook ons hele sales team, wat dus zeg maar gespecialiseerd is in de evenementenbranche, hebben omgeschoold naar de semi-permanente markt, dus op het gebied van demontabele gebouwen. En die zijn toen ook gaan focussen op die demontabele bouw. En ik moet zeggen dat er zijn opdrachten uitgekomen als tijdelijke ziekenhuizen, die triagetenten. We hebben hier in Nederland ook een stuk of 5 triagetenten mogen bouwen. Hm. Een groot ziekenhuis in Cardiff, een groot ziekenhuis in Jersey. Dus ja, dat was eigenlijk een hele andere tak. Maar ja, op dat moment was dat wel mooi, want we konden ook onze mensen natuurlijk aan het werk houden. En we mochten weer tenten bouwen, zeg maar. Hm. En, kon dat wel met reizen en zo? Of heb je dan veel mensen al in die landen zitten? Nee, we hebben natuurlijk ook wel in Engeland hebben met Engelsen gewerkt. Want we hebben in Engeland natuurlijk ook daar hebben we een hele vestiging. Dus dat hebben we vanuit Engeland gedaan. En Jersey hebben we wel. Want als het om zakelijke reizen ging, mocht je wel nog reizen. Dus dat kon wel. Ja. Dus dat ging wel gewoon door. Okay. Maar vervangt dat de omzet zoals die was? Nee, belangen na niet. Nee, absoluut niet. Nee, dat is ook wel een druppel op een gloeiende plaat. Maar ik bedoel, je bent wel aan de slag, weet je wel. Het is van een bedrijf wat gewoon helemaal stil ligt. Mag je weer wat gaan doen, weet je wel. Dus nee, dat kun je nooit vervangen. Nee, dat is onmogelijk. En teststraten dus. Ja, en dus zeg maar van de ziekenhuizen, triage. En toen kwam nog de restaurants. Hè, en de buitenterrassen, dat was nog een stap daartussenin. Aha, ja, ja. Daar hebben we ook verschillende gebouwd. En toen kwamen de teststraten, ja. Dus wij kregen de aanvraag om verschillende teststraten te bouwen. Ja, en dat gaat dan ook heel snel. Hè? Dus je bent in gesprek en op een gegeven moment was het donderdag opdracht en vrijdag bouwen. Ja, dat is ook wel een beetje onze kracht. We hebben een enorme veerkracht en zijn heel flexibel. Dan staat ook iedereen weer paraat om er weer mee aan de slag te gaan. En dus die zijn we nu nog steeds aan het bouwen. Dus we hebben nu Utrecht staan, we hebben 16 over staan. We hebben Schiphol staan. Bij gisteren in Amsterdam-Noord zijn we nu 1 aan het bouwen. En bij Ahoy zijn we nog 1 aan het bouwen. Hm. En in Maastricht niet te vergeten. Hm. Dus ja, dat zijn natuurlijk wel hele leuke opdrachten. En die blijven ook wat langer staan. Misschien gaan ze ook nog wel inzetten om dadelijk ook te vaccineren. Dus niet alleen nu om te testen, maar om dadelijk ook iedereen te kunnen vaccineren. Ja. Dus ja, dus daar zijn we heel erg blij mee met zo'n mooie opdracht. Ja. Maar concreet, wat van omzet, zeg maar, hoeveel procent draai je nu ten opzichte van wat het was? Ja, goed, het is gewoon 70% is gewoon weggevallen. Is nog steeds weg. Ja, dus ja. En hoe hou je dat vol met slechts 20%? Heb je veel aan de overheidssteun? Wij hebben NOW 1 en NOW 2 aangevraagd. Dus dat hebben we wel nodig gehad. Maar dan nog, denk ik, van hoe doe je dat dan? Als je 70% van je omzet al bijna 3/4 jaar niet hebt. Ja. Nou goed, we hebben dus zeg maar, we kregen ook inkomsten dat we natuurlijk mensen collegiaal hebben uitgeleend. Ja. Ik bedoel dat vergoedt natuurlijk niet het hele salaris van iedereen, maar dan heb je in ieder geval een mooie tegoedkoming daarin.
En ja, wij zijn wel een gezond bedrijf. We hebben altijd goed op het bedrijf gepast. Je hebt reserves. En ik denk dat het ook wel een beetje inherent aan familiebedrijven is. Ja, zeg maar. Ja, we hadden wel een buffer. Maar goed, het moet natuurlijk niet nog... we willen wel graag een horizon hebben dat we weer aan de slag kunnen gaan. Je bent wel reserves aan het opvreten. Ja, zeg ja, maar. Ja, precies. Mm-hmm. Ja. Kijk, en als bij ons is ons bedrijf is heel investeringsintensief. Dus als er dadelijk weer mooie nieuwe opdrachten komen, moet je ook wel weer kunnen investeren. Dus je moet wel wat. Ja. Dus ja, je moet daar even de goede balans in vinden. En hopen dat we weer heel snel aan de slag kunnen met het bouwen van mooie evenementen. Want hoe is die rolverdeling tussen jullie drieën? Nou goed, wij zijn alle drie voor een derde aandeelhouder. En mijn broer is meer R&D. We hebben een productiebedrijf in Polen. Dus wij, die zit meer op product en productontwikkeling en zo. Ja, meer op productontwikkeling, maar ook sales. We zijn eigenlijk allemaal wel een beetje manager van alles. Dus we hebben het niet zo helemaal heel streng afgebakend. Maar mijn zus is wel planning, transport, logistiek. Dus dat is wel haar pakje aan. En ik dan ook sales en marketing, communicatie, stukje IT, stukje finance. Dus eigenlijk is er ook wel veel overlap. Dus maar zo is het, iedereen doet eigenlijk de dingen waar hij goed in is. En wat hij ook leuk vindt om te doen. En dat is dan het allerbelangrijkste, denk ik. Wat zijn je lessen die je zo'n beetje, zeg maar, dan wil ik zo meteen nog weten hoe je naar het volgende jaar kijkt. Maar wat zijn je lessen om de deur, als je de deur dicht doet van 2020, zeg maar. Wat zijn de lessen die je meeneemt? Ja, nou, ik... wat zijn de lessen? Ik denk dat het gewoon belangrijk is. Ik denk dat we het niet anders hadden kunnen doen dan hoe we het gedaan hebben, zeg maar, in deze crisis. Kijk, we hebben best wel al, we bestaan al bijna 90 jaar. Hè? Dus we hebben in de afgelopen 90 jaar ook best wel wat crisissen meegemaakt. Mm. Maar nog nooit zoals nu. Weet je, je staat gewoon met de rug tegen de muur. Ja. Het wordt gewoon verboden om evenementen of materialen aan evenementen te leveren. En het is gewoon belangrijk dat je. Dat je probeert je gezond bedrijf te houden en dat je de juiste beslissingen probeert te nemen. En kijk, risico's moeten we altijd nemen, anders dan ben je geen ondernemer, denk ik. Dus je loopt altijd een risico. Maar dus ik denk dat we dat gewoon goed gedaan hebben. En ik denk dat 2021, we hebben nu ook gezegd van, we willen weer vooruitkijken. De team wat we nu hebben, nou, dat is echt het minimale team wat we nodig hebben. Mm-hmm. Dus zodra als we zien dat er ook maar weer enig perspectief is, dan gaan we weer opschalen. En we zijn ook weer met nieuwe plannen bezig. En weet je, het is nu voor 2021 ook weer belangrijk dat je weer vooruit gaat kijken. Yeah. Welke kansen liggen er nog? En en grijp die. Dus, Wat is jullie planning? Even business-wise, jullie hebben scenario's. Waarschijnlijk wel liggen. Wat zijn jullie scenario's voor 2021? Wanneer kunnen we weer, zeg maar, de grote evenementen gaan doen? Songfestival staat weer op de rit, volgens mij. Zandvoort wil volgens mij ook september. Dus hebben jullie zoiets van, de zomer is alles weer zoals het was? Qua evenementen dan? Ik weet niet of het zo wordt zoals het was. Maar ik denk dat wij de komende maanden, de eerste maanden van het jaar, dat die echt nog wel heel rustig zullen zijn. En dan verwacht ik toch wel vanaf juni, juli, augustus, verwacht ik toch wel dat het mondjesmaat weer een beetje gaat rollen. Liever natuurlijk eerder, maar want we hebben ook een paar grote projecten op de kalender staan al voor mei. We hebben misschien ook zelfs een hele kleine kans dat er in Parijs toch nog een evenement doorgaat, februari, maart. Hmm. Maar goed, dat kan ook nog op de allerlaatste momenten gecanceld worden. Ja. Dus dat is even afwachten. Maar dus weet je, eigenlijk kun je bijna geen planning maken. Want je moet gewoon wachten totdat er eigenlijk... Voor ons is het gewoon belangrijk dat er een vaccin is. En dat iedereen gevaccineerd is. En dat, want er zijn heel veel festivalorganisatoren die zeggen... wij gaan het alleen maar zo organiseren op de oude manier. Wij kunnen het niet in een andere vorm doen. Dus dus dat wordt wel... Maar ik heb er wel vertrouwen in dat dat zeg maar zeker tweede helft van 2021...
weer op gang komt. En hebben jullie nog innovatieplannen? Jullie zijn met nieuwe plannen bezig. Die innovatie blijft natuurlijk ook belangrijk. Is daar ruimte voor in de hoofden om daar ook mee bezig te zijn? Nou, op dit moment zijn we nog niet zozeer met innovatie bezig. Maar als er mooie aanvragen binnenkomen, dan zijn wij de eerste die daar niet mee bezig zijn. Dus wij vinden het altijd, dat is ook onze kracht. We zijn heel innovatief en we vinden het ook belangrijk dat we steeds met nieuwe producten komen, dat we voorop lopen in de markt. Hmm. En dat zullen we ook altijd blijven doen. Ja, absoluut. Ja. En de kracht van het familiebedrijf heeft zich bewezen? Absoluut. Ja. Ja. En nu is het nog afwachten op de volgende generatie. Hè? Dus dat wordt nog spannend. Gaat dat gebeuren? Nou, ik weet het niet. Maar samen hebben wij 8 kinderen wel, van 7 jongens en 1 meisje. En in de leeftijd van? Nou, in de leeftijd van 16 en 22. Oké. Okay. En het was wel heel leuk om gisteren, want gisteren waren ze allemaal, of nee, zaterdag en zondag, afgelopen weekend, waren ze allemaal aan het werk in Amsterdam. Waren ze allemaal mee aan het helpen, bij de teststraat. En dus het was wel heel grappig om te zien hoe ze allemaal de schouders eronder zetten en allemaal meewerken. Dus ja. Dus dat komt wel goed met die volgende generatie. Ja, ik hoop het wel. Dankjewel voor je verhaal. Ja, dank je. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar weer een puur ondernemersverhaal. Wil je er meer zien? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of zoek op Spotify of iTunes naar ons podcastkanaal. En volg ons waar je maar wil en wanneer je maar wil. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi.